Ja, jullie komen toch nog wel terug, hè? Niet naar de kamer gaan en niet meer terugkomen. We gaan naar de piano. Ja, kijk, hier ben ik aan. Ja, ik kan niet. We zijn in de kamer, gaan we komen. Controleert u maar. Mag ik heel even? Ja, dank u vriendelijk. Heel even de plooitjes. Even de oren mag ik even een beetje rechtop. Keurig. En die andere, die grote, is dat ook... Dat is een broer. De grote broer. Ja, drie mag ook wel iets, hè? Mag ik een handje geven? Ja, even. Louis Eijkens. Ceremonie mensen. Mooi, hè? Keurig. Zit het zo helemaal goed? Ja, prima. Ja, ik hoef dat natuurlijk niet meer te doen, hè? Bij onze prins, want die gaat dat is die, hè? Ja. Oh, dat is de oudere prins. Dan gaan lopen we zo verder en wordt de zaal opgevuld. Kijk, een behoorlijke afhankelijkheid. Jono, ik zal lekker. Ja. We hebben even moeten haasten vanuit Huis den Bosch. Ja. Wat problemen met de koningin. Ja. Zei van, ja, daar moet ik een ander doen. Ik zeg nee. Ik zeg, moet nu naar de heerlijkheid van Ermelo. Ja. Ja. Keurig. Ja. Het zijn even die kleine slaan zo, hè? Ja, dan weet je niet wie, wel wie dat is. Ja. Nou, Jodok is de lekker. Nou, wat ziet er prachtig uit? Vind ik wel. Ja, vader van ons. Ja, ziet er prachtig uit. Keurig. Ja. Als het licht wordt, niet naar mensen.
Ik ga op de programma staan. Is het eigenlijk al tijd om de bruid en bruid om even toe te zingen met een lang zal ze leven. Oh, we gaan doen. Ben je ook niet? Ja. Nou, het is heel simpel. De familie Uilings is altijd een beetje muzikaal. Niet dat ik kan zingen, dat wil ik ook absoluut niet doen. Maar ja, je bent nooit. Het is heel simpel. We gaan vanavond even een liedje doen voor het bruidspaar. Nou, niet zozeer een liedje, we gaan eigenlijk een refrein doen. En ik ga ook een paar leden van de familie vragen wat ze van Esther vinden. Het is heel simpel. We gaan een liedje zingen, een beetje uitgedeeld. Het gaat zo een beetje wie zijn getrouwd, een beetje wie zijn getrouwd. Het zijn Esther en Edwin waar ieder van houdt. En ik hoop dat Max intussen met Floris naar voren komt om dat even op doek te tonen. Ze zijn 5 jaar tezamen. En ze is die man gaan? Vraagteken. Veel geluk toegewenst. Jullie liefde is vast onbegrensd. Daar is de tekst. Dus als je niet op papier hebt, dan staat hij daar. En we hebben Tom op die piano die dat even mooi begeleidt. Even zingen, hè, met z'n allen. Ja, ik wil niet voorzingen. Mooi. Nou zie ik hier een jongetje staan. Dat ziet er een beetje uit als een konijntje. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd waarom hij eruit ziet als een konijntje. Nou, omdat Esther veel voor konijntjes houdt en ik ook. Mooie wortel in zijn mond. Fantastisch. Lekker rondspringen als konijntje. Dat slaat op Esther. Daar is de moeder van Esther. Daar is ze. Weet jij iets van Esther en konijntjes? Vertel. Waanzinnig. Esther was eeuwig met die beesten bezig. Voetdruk knuffelen, haren kammen, in een hokje stoppen, wandelen in de straat. Het is gewoon eigenlijk een heel lief meisje. Ja. Eigenlijk wel. En de vader van Esther, daar achter de piano. Ja. Esther wilde al heel vroeg kleintjes. Ja, konijntjes te verstaan bedoel ik. Ze deed dat dus stiekem. Ze bracht gewoon het vrouwtjeskonijn bij een vriendin die een mannetjeskonijn had. Deze kleintjes. En ik zie hier een tante staan die heel erg mooi gezongen heeft vanavond in de kerk. Vanmiddag. Ook goed. Nora, kom eens even hier. Heb jij nog een mooi verhaal met Esther en konijnen? Ja, dat is het leuke verhaal van de grote publicatie. Esther liep altijd te wandelen met haar konijntjes in een wandelwagentje. En verdomd, één keer was er een journalist in de buurt en wie ging er op de foto? Onze Barbara. Ja, Esther vond het verschrikkelijk, want het was altijd schattig om te zien Esther met haar wandelwagen en de konijntjes erin. En ja, Barbara staat dus in de krant. Jammer. Maar ik hoor hier wel uit dat ze eigenlijk heel erg heeft geoefend toen ze al klein was. Ja. Met kinderwagen lopen en zo. Ik heb het vandaag heel vaak gehoord, kinderen krijgen. Ik word er zelf een beetje bang van als ik een invloed maar. Mooie oom. Maar wie zijn er nou eigenlijk getrouwd? Ik stel voor nog een keer zingen. Nou ben ik eigenlijk een beetje op zoek naar de oom van Esther, dat is Lucas. Lucas, oh daar staat hij. Lucas, hey. Leuk dat je er bent. Vertel eens, ik ben een beetje benieuwd. Ik heb gehoord dat jij ook nog een mooie anekdote over Esther hebt. Oh, ja, tijdje is een beetje kort, maar net, kom hier naartoe. Nou, het is een beetje tragisch, want het was met vrouw 3 en Esther was een jaar of 3. En mij werd gevraagd van, goh Lucas, maak een fles champagne open en ik doe dat. Nou. Maar die kwal een beetje, dat kind heeft me jaren kwaad aangekeken. Maar ik deed niks verkeerd. En eigenlijk wil ik een herkans. Ik begrijp dat Lucas een fles champagne gaat pakken. En ik zeg, mensen, probeer dit niet thuis. Probeer dit absoluut niet thuis.
is heel gevaarlijk. Oh ja. Het is een beetje het trauma van Essen. Nee, hij kan al niet! Nou, misschien dat Essen wel bij deze fles champagne genezen is van het trauma wat ze bij Lucas heeft. En het enige wat ik dan nog kan zeggen is... Weet je wie zijn getrouwd? Erbij halen. Gewoon niet. Ik heb gehoord dat Esther je houdt van schoonmaken. Absoluut. Te perfectionistisch. Er zat een meisje van 3. Er stond een kostuum op tafel. Er vielen blaadjes van. Dat vond ze heel irritant. Weet je wat ze deed? Ze pakte een prullenbak, ging onder de kostuum staan en ving vervolgens de blaadjes op. Maar wie zijn er nou eigenlijk getrouwd? Als ik het zou horen, heeft het wel erg getroffen, zeg maar zo'n vrouw. Lucas, vind jij iets te vertellen over Esther en verhuizen? Nou, dat moet ik even uitleggen. Als je uit Amsterdam komt, dan vind je jezelf alleen een stadsmens. En alles buiten Amsterdam, Amstelveen ook bijvoorbeeld dan, is de provincie. Dus toen we naar Heemstede verhuisden, nou, dat gaat wel nog. Maar dan ga je bij Soesterberg en denk je, oh jee. Dat zijn eigenlijk... boeren. Nou ja, dat zeg je. Nou ja, niks mis met de boeren, want voordat je telefoontjes krijgt. Provinciaal. Maar ik wil even zeggen dat ze nou de verbeeld kerel aan de haak geslagen heeft. Dat is niet provinciaal. Het is dus geen boer. Dat is een compliment. Ja, duidelijk geen. Toch nog even aan de vader vragen wat hij nou eigenlijk van een man van Esther vindt. Zij is nu van Breda en dat heeft ze alleen maar van Edwin. Ja, maar ik heb het al verklaard. Ik ben heel blij met Edwin. En hij is zeker geen provinciaal. Maar wie zijn er nou eigenlijk getrouwd? Ik heb eerder vandaag gehoord dat Esther toch ook een beetje muzikaal is. Nou heb ik een tante hier staan, die is echt enorm muzikaal, terwijl ik hier konijntjes voorbij zie hier hobbelen. Nora. Nou, het leuke is dat ze duidelijk ook vrienden gekozen heeft die ook van muziek houden. Dat zag je vanavond ook weer, een vriendin die geweldig zong voor jullie. Ik had het niet anders verwacht. Je zoekt gewoon vrienden die dat ook een beetje in zich hebben. En Esther is zeker muzikaal. Ze heeft, Edwin en Esther hebben samen zo ontzettend hun best gedaan om alles uit te zoeken voor de muziek die vandaag bij hun trouwen gedaan is. Dus, fantastisch. En ook wil ik nog heel even naar de vader toe. Maar, dat weet niet iedereen. Esther heeft een hele mooie dwarsfluit. Esther kan een heel mooi dwarsfluit spelen. Uiteraard ook piano. Ja, je gaat niet om wat vandaag. Ik wil alleen even laten weten. Je schrok al, hè? Ja, we doen het allemaal een keer samen, hoor. Maar ik wil alleen even laten weten dat je dat heel mooi kan. Het enige wat ik dan nog kan zeggen van... wie zijn er nou eigenlijk getrouwd? Nou staat links van mij hier een hele grote jongen die al bijna langer is dan ik. En dat is ook een broer van Esther. Ja. Esther, waar ben jij? Of Max moet ik zeggen. Max, als jij aan Esther denkt, waar denk je dan aan? Gezelligheid. Gezelligheid, dat is heel mooi zeg. En waarom dan? Ja, Esther is een heel gezellig mens. Wederom, het is gewoon een heel lief meisje. Waar je gewoon hartstikke veel op in kan nemen.
begrijp mij de dingetjes. Jij bent toch ook een broer van Esther? Wat heb jij voor herinnering aan Esther? Nou, dat is allemaal een beetje pijnlijk. Als ik aan Esther denk, dan denk ik hier aan die plek die een beetje kaal begint te worden al. Toen Esther wat kleiner was en ik ook, toen trok ze altijd aan mijn haren. En nou, daar wil ik het eigenlijk niet over hebben, want dan wordt het een hele vervelende avond. Weet je wat, geef die microfoon weer terug. Dan maken we wel weer gezelligheid van. Wie zijn dan eigenlijk getrouwd? Helaas komt dan alles een einde zo, en niet zo'n leuk stukje. Toch is er nog één ding wat we even willen benadrukken bij Esther. Dat is dat Esther toch een beetje een schoonjuffrouwtje is. Dat kon je al zien in haar jeugd. En daarvoor moet ik heel even eerst naar de vader toe. Ja, Esther. Je had in de kleuterklas al een kind om je heen. Jij ging voorlezen in een kringzaal met de andere kinderen. En hoe je ook draaide of keerde, ze luisterden verdikken naar je. Dus je hebt het wel in je. Ik ben heel benieuwd hoe het kleintje straks gaat. Ik denk dat we toch als laatste, als we kijken naar de familie, toch even naar je moeder moeten gaan, waar je heel veel van houdt. Gewoon Esther, een schooljuffrouw. Ik denk dat ze het heel goed doet. Alleen ze heeft het vak niet gekozen. Edwin, ze kan rekenen. Als jullie later kinderen krijgen, ze weet hoe ze doen moet. Veel geluk. En stel ik voor dat we nog lekker twee keer de mooie refrein zingen. Wie zijn er nou eigenlijk getrouwd? Bedankt. Veel plezier nog allemaal vanavond. Maak er een mooi feestje van. It'll be here.
dat met dat konijnenpak? Was dat warm? Ja, heel warm. Max, gaat het nu goed hoor. Tussen gaan zetten, hè? Maaike? Nog een blikje hier. Ja, ook. Even kijken, wit moet naar beneden. Onthoud even, wit moet naar beneden. Ik zelf als ik. Ja, weet je, ik ben er zelf. Ik ben een beetje zenuwachtig van.
Maar dit is zo'n manietje. Oh, weet je wat, ik vraag even jou. Ik ben niet zo technisch. Ja, dat is heel mooi. Jeetje man, dat duurt dat lang. Ja. Ja, je misschien niet op man. Ja, wacht even. Hou die zwart, dat staan we niet op. Nee, wacht eventjes. Oké. Is die leuk? Ja. Nou, dan mag je wel even iets meer stralen hoor. Want anders wordt het heel zwak. Dan wordt het heel zwak lampje. Want het dan wordt heel zwak. Ik zie ook een hele dag. Wat is dat? Moet dat palet ook op? Ja. Ja, perfect. Zo. Wedden. Dankjewel, hè. Ja, gaat het hoor. Ondertussen ben je met je vierde poging bezig. Ja. Ga weer door bij 10 begin nu veel te lang. 3, 2, 1, gooi maar!